Binnenkort in Advocatie Magazine de test van de Tesla Model S. De meest bekende elektrische auto van de wereld. En dit is de meest snelle versie, de P100D. Bij autokenners ook wel bekend als de Ludicrous versie. En hij heeft 100 kWh aan accu's. En het is een beetje lastig te vergelijken met pk's, maar het komt ongeveer overeen met 612 pk. En belangrijker is dat hij 967 Nm koppel heeft. En dat staat dan weer garant voor een sprint van 0 tot 100 in 2,7 seconden. En dat betekent dat hij ook daarmee meteen de snelste productieauto ter wereld is. En dat terwijl je gewoon een bereik hebt van 450 tot 500 kilometer. En ineens is het daarmee een volledig bruikbare auto geworden, waarmee je gewoon naar Zuid-Frankrijk kunt. Zij het dat je tussentijds wel moet opladen, maar als je dat via een snellader doet, ben je ongeveer 40 minuten kwijt om 300 kilometer verder te kunnen. En het is een volledig bruikbare, volledig elektrische auto. Er zit geen verbrandingsmotor in, geen benzinemotor, geen dieselmotor. Hij is volledig elektrisch en het is een sensationeel snelle auto. Niet foutloos, dat moet er ook meteen bij gezegd worden, want het afwerkingsniveau van de gemiddelde premium Duitse auto haalt hij niet. Maar de vraag is dat belangrijk? Het is een auto die voor het imago fantastisch is. Per slot van rekening volledig elektrisch en dat betekent dat hij groen is. Hoe groen dat dan weer is, daar kunnen we een hele discussie over beginnen. Feit is wel dat deze auto als die rijdt geen uitstoot heeft. 4% bijtelling, niet geheel onbelangrijk. En deze versie met alle opties die mogelijk zijn kost bijna 180.000 euro. En dat is heel veel geld, maar er is al een Model S vanaf een kleine 100.000 euro. En dan wordt hij ineens voor de zakelijke rijder best wel interessant. 4% bijtelling. En deze heeft dan die 612 pk. En daarmee kun je bij geen enkel stoplichtsprintje verliezen. Niet van een auto, niet van een motorfiets. En het is alsof je in een achtbaan zit. Je wordt letterlijk, nou niet letterlijk, maar je wordt bijna letterlijk met een elastiek afgeschoten en je gaat naar warp speed. Dingen die je nog nooit hebt meegemaakt gebeuren in deze auto. En in alle rust en alle stilte, want volledig elektrisch. De Tesla Model S is zonder meer een indrukwekkende verschijning. Het is heel veel auto voor heel veel geld. Zeker in deze P100D uitvoering is die op heel veel vlakken onverslaanbaar. 180.000 euro bijna, inclusief alle opties, dat moet er wel bijgezegd worden, is natuurlijk heel veel geld. Maar je koopt er ook heel veel auto voor. Een volwaardige gezinsauto, volledig elektrisch met een onberispelijk imago. High-tech, innovatief. En nou ja, zo groen als vers gemaakt gras bijna. En in de lease is het zowaar een interessante aanbieding. Want met 4% bijtelling is het ineens voor heel veel zakelijke rijders wel een aanvaardbare auto. Zonder meer iets bijzonders om te hebben, zonder meer bijzonder om in te rijden. En die kans heeft u binnenkort. Houd Advocatie Magazine in de gaten, want we hebben een winactie. U heeft de kans om een weekend Tesla Model S te rijden, inclusief gratis overnachting. En wij hebben een paar dagen met deze auto gereden en ik kan alleen maar zeggen, grijp die kans, want het is een ervaring die wilt u zeker meemaken. En het is zonder meer een heerlijk weekend uit. Advocatie Magazine in september, daar leest u meer.